Ja! Eén groot drama. Hallo allemaal, tof dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Ik ben nu bij Eventing IJsselstein en ik ga hier van start met 3 paarden. Maar liefst Milstreams Legina in de klasse B. Daarna komt Milstreams Korenbloem in de klasse L. En daarna met Milstreams Galante in de klasse M. Dus ik moet maar liefst 3 crossen uit mijn hoofd leren. Voor allemaal op 1 dag. Dus het is echt wel heel druk, maar ik heb er wel heel veel zin in. En het is ook weer super mooi hier zo. Dus ik kan niet wachten om van start te gaan. Galante moet deze en Korenbloem moet die. Mijn been in de afzet, de lengte in de hals. Of was verkend en ben ik al bijna klaar om te gaan dressuren. Ik moet mijn haar nog even in een knotje doen. Cap op en Galante staat al helemaal klaar. Dus ze zijn bijna klaar om te gaan shinen. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Galante en ik komen net uit het dressuurrek en we begonnen echt super sterk, want de middendraf was goed, het wijken was lekker, de middenstap was goed, alleen toen daarna de linkse galop was echt zoals ik het wilde, rechts aanspringen was perfect en toen dacht mevrouwtje Vos Mary van wat is er allemaal aan de hand en vond ze mijn rechterbenen in één keer niet meer zo leuk, dus toen ging ik de volte ineens even zo in de middengalop, dacht ze doei. En toen nog een keer dat ik naar draf moest, dus dan heb je gewoon 300 delen echt slecht. En dat is gewoon jammer, want ja, als alles gewoon lekkere, ja, fijne cijfers zijn en je hebt dan 3 keer zo'n slecht cijfer, ja, dan voel je nog niet goed. Dus ik baal echt, want waarom moest je nou in één keer zo gek gaan doen? Ja, deed je baas iets anders? Want ja, hè, dat weet ik niet. Maar goed, we gaan het lekker op de film terugkijken en dan gaan we nu naar onze slaapplek. Ja! Inmiddels heb ik het springparcours verkend. Tada! Dus 1 en 2 is 8. En het springparcours is wel mooi. Het staat niet heel hoog of zo. Het is ook niet heel technisch. Dus wel een lekker parcours. Maar dat zegt niet dat het makkelijk is. Want dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat het niet technisch is. Dus we moeten morgen alsnog aan de bak. En ik ga nu nog een keer de cross doen. Want nu ga ik de cross van Korenbloem verkennen. Want die was af en toe een beetje tegelijk. Maar ja, ik moet ze alle 3 morgen uit mijn hoofd kennen. Dus ik doe vandaag de M en de L cross uit mijn hoofd leren. En morgen pas na de M en de L cross ga ik een keer de B cross rond. Want anders dan krijg ik error in mijn hoofd. You got me loose and set me free. You make me win in every way. We zijn aangekomen op de slaapplek. En alle paarden zijn lekker van de wagen. En kijk, de wagen staat hier geparkeerd. Hier slapen wij vannacht. Oh, rustig paardjes. We zijn helemaal van, waar zijn we? Waar zijn we? Maar we gaan even op zoek naar jullie slaapplek.
stand geland. Er staat hier zo. Daar tegenover staat Korenbloem. Doe zo je hals er even af hier. En daar schuin tegenover staat Lugina. En ze krijgen nu lekker brok en hooi in. Het is echt wel een hele mooie stal. Ze hebben het best luxe. En dat voor niet thuis te zijn. Inmiddels staan de paardjes lekker op stal. Ze hebben al lekker gegeten. Ik heb lekker gegeten en ga nu nog met wat vrienden een ijsje eten. Goedemorgen allemaal. Inmiddels zijn we aangekomen weer op het terrein. En we kunnen letterlijk het losspringen, ja, gewoon vanuit de vrachtwagen bekijken. Dat is hier zo nu bezig. En ja, Lugina heeft er zin in. Korenbloem heeft er zin in. Galante heeft er zin in. En ik heb er zin in. Dus we zijn er helemaal klaar voor. We zijn nu de hartslagmeter aan het synchroniseren met het horloge. Zodat we ja, heel de cross en de hartslag van Galante kunnen registreren. En kunnen kijken of ze in goede conditie is of dat ze een beetje verzuurd is tijdens de cross. En ik kom net uit het springparcours en ik ben echt trots op hem, want ze sprong super goed. Ik moet zelf nog wat meer leren, ze wordt heel heet in de ring dat ik gewoon een keer streng zeg ho en dan weer ontspan. Maar nu doe ik een beetje half en dan blijft het half goed gaan. Dus ik moet gewoon wat meer leren van oké, nu is het wachten, nu is het gewoon normaal. Dus dat moet ik nog even gaan leren, maar goed. We gaan nu de cross in en ik hoop dat ik dan gewoon een fijne ritme heb, dat alles wat makkelijker loopt. Super! Kom maar! Goed zo! Oh. Scherpe bocht! Oh. Ja! Kom maar! Goed zo, meisje! Goed zo! Goed zo! Tijd van 5 minuten 59. En inmiddels gestart, startnummer 42, Carolina Moekwerk en 1K. En die komen er dan eens in de Paf, zo'n goed gevoel, mama. Ze gaf zo'n goed gevoel. Zo'n
zo'n goed karakter, hè. Echt, ze is zo niet bang gewoon. Ze is echt stoer, hoor. We hebben het allemaal wel heel warm. Oh ja. Wauw, meisje. Ja, dat is gaaf, hè. Dat is echt gaaf. Ze vond het gewoon leuk, joh. Echt genoeg met Joortje naar voren, hè. Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Drama. Het was echt verschrikkelijk. Ik wilde echt verdwijnen uit de ring gewoon. Maar het komt gewoon omdat ik kijk. Ik ga het eventjes kort uitleggen. Ik had een verkeerd rugnummer op. Dat is een domme fout van mij. Maar ja, dan moest ik beginnen. En dan moest ik per se van de jury mijn andere nummer in. En dan denk ik, ja, als ik gewoon vertel wie ik ben. Ik weet het, je moet met je goede rugnummer rijden. Maar sommige jury's kunnen toch ook wel even meedenken en zeggen van, nou, rij maar door. Ik weet toch wel dat je Christy bent. Oh, dus ik moest per se het andere nummer. Nou, eerder dat helemaal geïnstalleerd was, moest Korbloem echt wel 5 minuten stilstaan. En ja, toen moest ik weer beginnen. Ja, vanuit stilte beginnen met een jong paard. Werkt gewoon echt niet. Dus het was echt verschrikkelijk. En het was mijn meest slechtste proef ooit. Maar voordat ik erheen ga, had ik hem zo fijn voor elkaar. En dacht ik echt, oké, hij is vooruit gegaan. Dus dan moet ik gevoel, moet ik gewoon vasthouden. Maar het was echt geen fijne proef. En nu moet ik nog met Legina. En dat wordt ook niet makkelijk. Maar daarna kan ik springen en crossen. En ik vind het zo spannend met Korenbloem en Legina springen en crossen. Ik ben zo benieuwd hoe ze het gaat doen. En gewoon voor de eerste keer L, voor de eerste keer B. Ik heb geen idee wat ze gaan doen. En ik laat het gewoon op me afkomen. Maar laat alvast weten wat jullie denken hoe het gaat. En dan kan je straks kijken hoe het echt is gegaan. Ze deed echt goed. Dus baasje is super trots op deze 4-jarige puppy. En het springen en de crossen. Tja, of ik daarna uitkijk met haar is nog een beetje afwachten. Want oh, ze kan zo snel in één keer schrikken van niets. Maar we gaan gewoon nou de cross verkennen. En ik ben echt zo blij hoe ze dressuurde. Echt blij. En Legina kunnen een kunstje. Want mijn jas zit iets te strak. En Legina en ik zijn het team. Kijk, Legina, mag mijn jas iets losser?
Zo, Wout heeft mijn jas los. Mag je hem ook weer loslaten? Regina! Nou, mijn jas is losser. Regina, dit trucje slaat echt helemaal nergens op, hè? Nee. Au, oh, mijn vinger. We zijn er klaar voor. Kijk naar de Christine's Deftones van Hills Freemans. Alles op de hoek. Laat je van mijn tijd niet gewoon vooruit. En nu gaan we de cross bijna in. Als we bij de dierarts zijn gekomen, hè? Is goed gekeurd, dus op naar de pas. We zijn uitgebeld, dat vind ik echt verschrikkelijk, want ik haat het, dat. Maar goed, hè, hoort helaas bij. Alles ging heel goed. Ik had één langslopen op het betonnetje, ja, dat snap ik. Er zaten mensen in de bocht, dan schrik ze daar een beetje van, dus dat echt een smalletje. En bij die andere was het dat, toen de rest was op het water, dat ik te veel bij ging. Omdat ze het water nog zo eng vond. En normaal gaat ze er zo goed door, maar ja, ze was gewoon oprecht echt bang. Dus ik heb nog lekker het water gewoon geoefend, gestapt en nou heb ik wel vertrouwen gekregen. Maar ik denk dat gewoon L nog net iets te moeilijk was, tenminste deze L-cross. Want deze L-cross stond echt wel heel pittig. En het is weer zover. Ik zit vanuit Korenbloems. Verschrikkelijke cross. Zit ik weer in de cross van Regina. En ik hoop dat ik nu mezelf kan herpakken en met Regina nog even fijn kan afsluiten. Maar laat ik eerlijk zijn, Regina heeft nog amper iets gelopen. En dit is echt al een pittige B-cross. Dus ik laat het op me afkomen. En we gaan gewoon zien hoe onze puppy, onze 4-jarige pup, het gaat doen. Thank you.
gekomen. Ik had twee balkjes tegen. Eén? Oh, ik had maar één balkje op. Normaal, joh. Nee, maar ik kan eigenlijk nog veel beter. En ik kan veel beter springen. Maar ik moet hem nog zo overtuigen van, kom vriend. En als dat weggaat, ja. Echt zo blij. Ik dacht echt niet dat ik kon gaan crossen vandaag. Maar we zijn gewoon aan de finish gekomen. Ah, we gaan van start in de cross dus. Even weer de cross doornemen, hè, Lavine? Succes, Christy! Terug! Yes. Geen probleem. Oh. Ja! Grote klasse. Super. Kom maar. Kom maar. Goed zo. Juist staat 223. Ik heb hier nog een vriendin. Ik heb hier nog een Nita. Legina. Je doet dat in de verloop van de tijd van. Wat is er met jou gebeurd? Jij bent niet Legina. Jeetje. Jeetje. Heeft gedaan, joh. Wie had deze verwacht? Zo crossie? Nee. Ik zeg elke keer, zei ik nee. Ik ga echt. Ik zei, als ik mag crossen, ben ik al blij. Ja, maar de cross ga ik nooit in de finish komen. Nou. Nee. Dat is echt bizar, hoor. Ik had echt niet gewacht. Het was echt wel moeilijk week. Chapeau, maatje. Ja. Dus hij ging nog niet hard, maar ik dacht ik moet hem eerst belonen. Dus ja, die tijd is denk ik wel echt ver buiten. Maar ik wilde jou zo graag belonen. Ja, mooi dat toch. Legina en ik waren dus gewoon foutloos. En ik zag het echt niet aankomen, maar ik ben zo trots op haar. Echt, echt waar. Het ging niet hard, maar het ging gewoon. En ze was heel, vond het heel spannend, dus ze sprong ook echt wel hoog en opzij, maar ze ging er altijd over en dat is echt een topinstelling. Hier waren we wel aan toe, een frietje speciaal. Oh, max 3 personen. Oepsie. Inmiddels zit die Ventic IJsselstein er weer op. De paarden deden het super goed. Ik kan echt zo trots zijn met, ja, wel de beste van deze wedstrijd is denk ik toch wel Milstoes Legina. Omdat ik daar echt, nou ja, ik had niet verwacht dat het zo goed ging. En dat hij gewoon foutloos die cross doorloopt. En het is echt nog niet hoog, maar voor een vierjarige wel. Dus ik ben mega trots op haar. Daarna komt Milstoes Galante die zo goed aanpakt in de M-cross. En ja, die ook me een super goed gevoel gaf. Trots op jou, meisje. En daarna Korenbloem die ook weer heel veel geleerd heeft. En waar ik gewoon weer verder mee kan trainen. Dus ik ben tevreden. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Geef dan een blauw duimpje omhoog.
comments weten welk paard jullie de volgende keer graag weer in de video zien. En dan zie ik jullie snel weer. Deze video is special, want we maken hem nog heel eventjes langer. Kijk, nu zijn we thuis gekomen. Het regent een beetje buiten ons, dat is heel jammer. Maar het is natuurlijk nog niet klaar, want thuis wordt er nog gewoon super hard gewerkt om de paarden weer een beetje te laten herstellen van vandaag. Hun dekentjes op te doen, eten te geven en we hebben een stal vol. Dat bleef staan, gelapte. En ja, Korenbloem staat hier nu lekker op stal. Nu ga ik even de dekens opdoen. Legina hier zo. Dus na wedstrijd en een zware dag thuiskomen is er gewoon nog heel veel werk op stal. Kan ik ook lekker even gaan eten in het badje en dan gaan we lekker slapen, Cassara. Jij mag de volgende keer weer mee, hoor. Nou, in ieder geval toch nog bedankt voor het kijken en ja, hele dikke kus van ons, hè. Ja, kusjes aan de fans. Doei, doei!